aankondiging. Dank ook voor de correctie. Heel fijn. Ik voel mezelf wel een beetje de vreemde eend in de bijt, maar ik vind het wel heel erg leuk dat ik jullie vanavond ook mag toespreken en dat ik jullie ook heb mogen confronteren met het feit dat als we samenkomen voor een avond over biometrie, dat je bij de voordeur al geconfronteerd wordt met de biometrie. Nou heb ik uiteindelijk 40 van jullie mogen scannen en er waren 80 man binnen toen ik begon... Toen we hier begonnen aan de binnenzetten, er waren nog mensen die later binnen zijn gekomen. Dat betekent dat 50% van de mensen die binnen waren op het moment dat ik daar met mijn scanner stond, tegen mij zeiden nee. Ik wil niet dat je mijn vingerafdruk vastlegt. Dat is best veel, hè? Nee, weinig. Ja. Nou hebben we vanavond al een aantal argumenten gehoord waarom dat eigenlijk is. Mensen die geven toch aan van ja, maar ik wil helemaal niet dat jij mijn vingerafdruk vastlegt. En de vraag die ik daarbij ook gesteld heb is waarom dan niet? Wat geeft die vingerafdruk mij nou extra aan informatie als jullie naam, woonadres, gegevens, alles wat in de gemeentelijke basisadministratie van jullie al bekend is? Wat zegt die vingerafdruk nou over jou? Waar je bent geweest. Waar je bent geweest. En dat is nou juist het vakgebied waar ik vandaan kom. Dus ik heb in mijn lezing ook rekening gehouden met de forensische component. Dus ik bekijk het vanuit een hele andere kant. En dat levert wel eens op dat ik bij algemene besprekingen heel vaak als criticaster word gezien. Waarom doe je nou zo moeilijk? Nou, ik doe zo moeilijk omdat als wij niet moeilijk zouden doen en wij iemand aanwijzen als dader, dat we dan vervolgens een probleem hebben. Als die het niet blijkt te zijn. Ja, dus hou dat even in je achterhoofd als ik door het praatje heen ga. Omdat ik ook een vreemde eend erbij ben, zal ik mezelf ook nog even iets verder introduceren. Ik ben van oorsprong namelijk niet afkomstig uit de biometrie, maar ik ben een medisch biotechnoloog met een specialisatie in de genetica. Yes. Mijn promotieonderzoek hield zich dan ook bezig met het onderzoek naar genetische geboorteafwijkingen van ongeboren kinderen. En nu sta ik hier. Het kan verkeren. Ja. Nee, biometrie is wel de hobby geweest die ik daarbij had en ik zal daar zo meteen nog op aanwijzen waarom dat ik dat als hobby ook erbij heb gekregen. Nogmaals, ik zei al, ik ben een vreemde eend in de bijt. Normaal doe ik namelijk iets anders in colleges en in voordrachten. En dat heeft met name eigenlijk altijd te maken met criminalistiek en met forensisch DNA-onderzoek. Dus de genetica, waar we het vanavond ook al over gehad hadden, het stukje DNA, en dat is voor mij ook een heel interessant aspect. Toch wordt ons DNA gelukkig niet toegepast in onze biometrie. Er is wel enige tijd sprake van geweest, hè, om ons DNA-profiel te gebruiken als vervanging van ons burgerservice nummer. En dan niet dat piekenpatroon dat wij krijgen, nee, de code die daaruit volgt. Want die code is uniek, zeggen ze. Dat klopt ook, alleen we zeggen in de wetenschap ook nog steeds dat 98% van ons DNA niet coderend is. En er komen elke dag uit de wetenschap weer nieuwe genetische systemen en nieuwe transcriptiemodellen waaruit we afleiden dat dat stukje niet coderend DNA, wat dus eigenlijk niks zou moeten zeggen over ons, toch wellicht iets betekent. Als we dan 20 jaar verder zijn, hebben we misschien hele andere inzichten, waardoor we in ons burgerservice nummer zouden kunnen zien hoe groot de kans is dat als we een bepaalde leeftijd hebben gepasseerd, dat we een bepaalde vorm van een erfelijke ziekte krijgen. Niet doen, hè? Vingerafdruk, alleen de fysieke vingerafdruk, dus niet wat je vervolgens uit de vingerafdruk kunt halen, daar zal ik straks nog heel even wat over benoemen, maar de vingerafdruk alleen, de vorm van je vingerafdruk, zegt verder niets over jou. Ja? Het is namelijk maar net welk deel je ervan bekijkt. En ik vond dit wel een heel mooi plaatje om te zeggen, het is maar net hoe je er naar kijkt. Ja. Ik gebruik hem ook wel bij het kritisch formuleren in mijn colleges. En dan vraag ik de studenten, omschrijf nou eens wat je hier ziet. Dat valt niet mee. En dan moet je je voorstellen dat een deurwaarder bijvoorbeeld een schilderij in beslag moet nemen waar het gezicht van een negroïde man op staat. Hier staan er 2 op. Die is het niet. Ja, heel simpel, alleen al de gedachte uitspreken, wat zie ik nou eigenlijk? Wat doe ik daar nou eigenlijk mee en op welke manier ga ik dat gebruiken? En exact diezelfde facetten, die ga ik even in deze volgorde van onderwerpen, ga ik die ook voor jullie behandelen. Ik ga eerst heel even in op het ontstaan van de vingerafdruk. Mag ik een vraag stellen? Mag ik een vraag stellen? Nu al. Nou ja, sorry. Fingerprints, je zegt, je kunt er helemaal niets over jou uit afleiden. Nou kennen we allemaal wel die verhalen over die mannen met deze vinger wat langer en zo. Dat betekent dat andere lichaamsdelen dan ook proportioneel langer zijn. Nee, dat is als je zo doet en zo, en dan is dat exact het ja. Ja, zoiets. Broodje aan verhalen. Allemaal broodje aan? Allemaal broodje aan. En die krullen, die zeggen ook niets over andere krullen in mijn lijf die langs dezelfde lijn is. Was helemaal niks. Nul. We hebben zelfs een persoon die lid is van een drieling in de zaal.
Als die er nog is. Waar is die gebleven? Is die gevlucht? Ah, hij heeft helemaal bang gemaakt, begin wel. Nee, hij zei, ja, ik ben lid van een drieling en je kunt ons uit elkaar houden omdat ik maat 48 heb en mijn broers hebben maat 46. Maar de vingerafdrukken zijn ook verschillend. Daar kom ik zo meteen nog mee. Het meest identificerende in de opsporing is de vingerafdruk. Waarom? Er is nog nooit iemand gevonden met een exact dezelfde vingerafdruk op de hele wereld niet. En in ons DNA-profiel testen we slechts een aantal posities van ons DNA-profiel. En er zijn op de wereld daadwerkelijk mensen aangetroffen met dezelfde kenmerken in die plekken die we getest hebben. De kans is wel maar 1 op de zoveel miljoen. Dus het is een kleine kans, maar de kans is er. Bij vingerafdrukken is dat nog nooit gebeurd. Dus wij zijn dol op vingerafdrukken. Alleen de pest is, je vindt nooit een hele vingerafdruk. En dat is eigenlijk ook weer hetgene waar ik naartoe wil. Dus ik ga eerst even wat uitleggen over fingerprints. Ik laat jullie even zien waarom we nu angstig zijn over vingerafdrukken. Want we denken dat daar veel meer uit te herleiden is dan dat er daadwerkelijk. Dat komt dus een beetje door het CSI-effect. Ik ga het met jullie hebben over klassificatie en over identificatie. Ik ga het hebben over AFIS-criteria. AFIS hebben we al wel een beetje voorbij horen komen en zien komen ook. Automatic Fingerprint Identification Systems. Automatische vingerafdrukvergelijkingssystemen. In Nederland hebben we Havank. Havank is de Nederlandse collectie van vingerafdrukken. Het automatische vingerafdruksysteem Nederlandse collectie, Havank. Ontwikkeld door meneer Havank. Toevallig, hè? Hij is leuk. Geen broodje uit. Nee, het is echt zo. Maar ze hebben volgens mij wel heel lang nagedacht over hoe ze Havank dan ook daadwerkelijk als afkorting konden gebruiken. Maar het is gelukt in ieder geval. Daar ga ik even wat verder op in. Het belangrijkste thema voor mij is eigenlijk hetgene wat ik hier ook aangegeven heb. Het gebruik van partiële en volledige vingerafdrukken. Diegenen die bij mij de vingerafdruk hebben ingeleverd, die hebben van mij te horen gekregen. Ik heb nu uw volledige vingerafdruk van nagel tot nagel vastgelegd. Het equivalent van de afgerolde vingerafdruk. Die licht ik nader toe. En vervolgens, ik heb hem beloofd, ik ga iets doen met de vingerafdruk. Denk je om de tijd? En ik denk om de tijd. Ik kan namelijk heel snel praten, ik ben ADHD'er en ik loop altijd rond. Ik ga er heel snel doorheen, als ik niet de volgende ben, zeg het ook. Dan wordt hij zelfs al geschoten. Oké, nou, thema is gestart. Goed, ik zei al, vingerafdrukken zijn uniek. En vingerafdrukken ontstaan niet zomaar. Vingerafdrukken worden namelijk al gevormd vanaf de 6e week van de zwangerschap. Op het moment dat jij als mensje in ontwikkeling bent en je ligt in het vruchtwater bij mama, dan gaat dat vruchtwater alle kanten op. Dat betekent ook dat die hele zachte huid alle kanten op gespoeld wordt en gewassen wordt en dat daardoor dus ook die vingerafdrukken nog veranderbaar zijn. Nou is het ook zo dat we op een gegeven moment een lederhuid ontwikkelen. En die lederhuid, die is hard. En die lederhuid, die wordt omhoog geduwd. En die wordt dus op een gegeven moment in een bepaalde positie geduwd. Doordat die vast komt te liggen en dat er daarnaast nog spoeling plaatsvindt gedurende die zwangerschap, vormt onze vingerafdruk zich bij de geboorte dus tot onze eerste vingerafdruk. Die vorm, de krullen en dergelijke, waar ik zo meteen op neerkom, die blijft altijd gelijk. Echter, naarmate wij ouder worden, slijten onze vingerafdruk, beschadigen we onze vingerafdruk. Criminelen die in de bak zitten met een grove, wandige muur, die doen het liefst de hele dag dit. Of ze pakken een Stanley-mesje en ze gaan over de vingers heen. Of ze drukken de vingers op een gloeiende plaat. Alles om die papillairlijnen van jouw vingerafdrukprofiel, om die maar weg te krijgen. Lukt wel. Doet wel zeer, maar het lukt wel. Oh, er zijn zelfs gevallen bekend van mensen die niet meer mochten reizen. In dit geval een Japanse vrouw die wilde naar China reizen. Dat mocht niet, want zij had een veroordeling aan haar broek gekregen. Zij moest reizen met een vingerafdruk. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft de huid van haar middelvinger laten transplanteren naar haar wijsvinger. En daarmee een nieuw paspoort aan laten maken. En op die manier kon zij reizen. Tot zij dus in China bij een douanier kwam die zei, god, wat heeft u toch een opvallende littekens om uw vingers. En zo liep ze tegen de lamp. Maar zo creatief zijn we dus. Gewoon even transplanteren. Het kan. Uiteindelijk betekent het dus dat eigenlijk vanuit onze genetica, vanuit onze beweging, het systeem waarmee onze vingerafdruk gevormd wordt vanuit de genetica en het vruchtwater wat daar overheen wast,
is de eerste aanleg voor de vingerafdruk. Wat we vervolgens met onze vingers doen in ons eigen milieu, dus wat we in onze omgeving doen, iemand die elke dag straten legt, heeft op zijn 60ste minder relief in zijn vingerafdrukken als een kantoorbaantje. He, daar zit meer relief in. Dus het is een epigenetisch karakter, noemen we dat. Nou, dat was de biologieles voor vanavond. Geschiedenis. Ook een leuk vak. Vingerafdrukken zijn namelijk helemaal niet nieuw. En biometrie is al helemaal niet nieuw. De eerste keer dat het eigenlijk al ontdekt was, was in 1823 door een meneer John Perkin. En die bedacht, goh, leuk, die vingerafdrukken. Als ik daarnaar zit te kijken, want die had de hele dag niks anders te doen. Die zat daarnaar te kijken en die dacht, ik zie elke keer dezelfde soort iets terugkomen. Dat is opvallend, dat is grappig. Als ik namelijk mijn hand zo heb bewogen, dan zie ik dus deze vorm hier. Even kijken, als ik nou naar mijn twee wijsvingers kijk en ik leg die tegenover elkaar, dan is de kans groot dat de hoofdvorm van de vingerafdruk, daar kom ik zo nog even op terug, dat die tegenovergesteld is. Dat is bij de wijsvingers vaak wel zo, bij de middelvingers wordt dat al minder waarschijnlijk. Apart, hè? Ga daar straks maar eens naar kijken. Ja. Anders mist u de rest. Ja. Goed. Ook al werd heel snel bedacht, goh, die vingerafdrukken, mijn vingerafdrukken, die zijn niet hetzelfde die van jou. En er was een slimme baas die dacht, ja, jij kunt wel zeggen dat jij geld komt halen, maar misschien heb jij al een keer eerder geld gehaald. Even aansluitend op het verhaal over de methodes die in Afrika worden toegepast. Hier werd dat dus al gebruikt. Er werd dus een vingerafdruk in klei gedrukt en die werd op een zakje met muntjes gezet. En als jij een overeenkomstige vingerafdruk had, kon je het zakje meekrijgen. In 1885. 58, sorry. Enige tijd geleden. Authenticiteit van bepaalde potjes en pannetjes werd aangetoond doordat de maker zijn vingerafdruk in de bodem plantte. En op die manier kon aantonen, dat is echt wel van mij. En dat is dus geld waard. Kan ik even... In 1900 startte Scotland Yard met het gebruik van dit kaartje. Een wit kaartje waarop we vermelden, hier moet jij je duim plaatsen, daar moet jij je wijsvinger, dit is je rechterhand, dit is je linkerhand. Dit kaartje wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. Wij gebruiken dus nog steeds in de dactyloscopie een methode die al sinds 1900 wordt toegepast. Met inkt op papier. Een vingerafdruk die in de inkt wordt gerold en vervolgens op het papier wordt gezet. Met alle nodige problemen van dien. Want als jij dat zelf gaat proberen, en ik heb het bij me, dus degene die dat wil, die mag dat straks komen proberen. Je gaat wel met zwarte vingers naar huis. Dat is het nadeel eraan, dus iedereen kan als crimineeltje naar huis als hij dat wil. Ga maar eens proberen om je vingers goed in de inkt te rollen, niet te veel inkt en niet te weinig. En dan met de juiste druk en de juiste beweging in één keer die vinger over het papier te halen, zonder daarbij vlekken te veroorzaken, zonder daarbij smeren te veroorzaken en toch een volledige afdruk te krijgen van nagel tot nagel, zoals ik hem al eerder benoemd heb. Ik kan je wel verzekeren, het ziet er heel simpel uit als de politie het doet, maar dat komt omdat ze exact weten hoe het moet. En dat is jarenlange ervaring. Dus niet makkelijk om dat goed te doen. Daarom hebben wij dus digitale systemen. Ik niet, kan niet, ik modern, ik gebruik techniek. Zo lossen we het op. Dit zijn dus die muntjes uit Ancient Babylon die gebruikt werden met een vingerafdruk op de achtergrond. In de toekomst doen we eigenlijk niks anders. Alleen nu ziet het er wat technologischer uit. Maar dit is wat we dus eigenlijk zouden willen. We willen met onze vingerafdruk kunnen gaan betalen op PayPal. En dan zeggen er een heleboel mensen tegen mij, niet doen, want als je vingerafdruk gestolen wordt, is die niet meer te vervangen. Ja, dat klopt. Dus een vingerafdruk alleen als systeem gebruiken is in mijn ogen niet slim. Als toevoeging echter wel. Want je kunt niet zomaar iemand zijn vingerafdruk krijgen en een pincode. Maar de combinatie maakt die identificatie wel een heel stuk sterker voor de bank. En dan niet die vingerafdruk opslaan, maar de vertaling van de vingerafdruk opslaan. Ja? Dus de code die volgt uit hetgene wat wij als biometrisch principe vastleggen. Goed. Waarom zijn we daar dan toch heel angstig voor? Nou, dat komt onder andere door dit soort filmpjes. En dan hoor ik nog geen geluid. Die prikken we er nog even in. Hopen dat hij dat doet. Nee. Nou, heel even kijken of hij dat opnieuw wil doen. Maar het maakt op zich voor het
filter niet zo heel erg gek geluid. Nee, nou, we doen het even zonder geluid. Hier zit een heel spannend CSI-filmpje geluid onder. Wat deze meneer doet, is het besprayen van een microchip met cyanoacrylaat. Cyanoacrylaat is een bestanddeel van secondenlijn. Dat slaat neer op de vetbestanddelen van onze vingerafdruk. Er komt vet uit onze vingers. Wat hij vervolgens doet, is vastleggen in de vingerafdruk, binnen een aantal seconden, dat de vingerafdruk behoort bij Jessica Lowell, inclusief leeftijd en gewicht. Dit staat namelijk allemaal vast in het systeem bij hun. De kans dat wij daadwerkelijk iemand vinden als wij een vingerafdruk vinden, is afhankelijk van of die persoon geregistreerd staat in Havank. En waarom word je geregistreerd in Havank? Omdat je eerder stout bent geweest. Omdat je al eens eerder stout bent geweest. Precies. Dus staat u in Havank? In Wie durft er nu zijn vinger op te steken? Een mooie vraag altijd te stellen. Niemand staat in Havank hier. Dus waarom zou u angst hebben dat ik uw vingerafdruk heb dan? Ik zou hem mogelijk wel in kunnen gaan zetten. Ja. Ja, het zou zomaar kunnen, ja. Wat u ook kon zien in het filmpje, dan laat ik hem nog één keer voorzien. Let goed op basis waarvan de identificatie in dit geval plaatsvindt. Dit is het sprayen. Daar slaat het op neer. Even goed kijken, daar komt hij. Fotograferen. Hartstikke mooie fluorescentie. Wanneer hij dat toegevoegd heeft, heb ik even gemist. Dat is even lang. 1, 2, 3, 4, 5 puntjes. En op basis van 5 puntjes, 1 persoon. Het CSI-effect. 12 op zijn minst. En hoe gaat dat nou, die identificatie? Deze termen hebben we eerder gezien vanavond. Hier staan ze met plaatjes. Een boog is inderdaad een boog. Een tentboog, er zit een tentstokje in. Een lus naar rechts en een lus naar links. Een dubbele lus, één naar rechts en één naar links. Een middenzak naar rechts, een middenzak naar links. Een kringetje, een samengesteld profiel, want er zit van alles nog wat in. En een onleesbaar profiel, want er zit een groot litteken doorheen. Nou heb ik hier een aantal plaatjes en dan zie ik een aantal mensen kijken naar de vinger. Maar ik denk er wel even bij na dat deze oriëntatie anders is dan de oriëntatie als u naar uw vinger kijkt. Dat is nog wel iets wat we niet moeten vergeten. Als we ergens een latent spoor van afnemen en we willen dat vergelijken met een spoor wat we opgenomen hebben in de referentiedatabase, dat we die ook in de juiste oriëntatie zetten. Kleinigheid. Dit is wat wij bedoelen met klassificatie. De eerste stap van de identificatie is bij ons de klassificatie. Als de vingerafdruk niet past in de klassificatie, of we hebben niet de hoofdvorm van de vingerafdruk, die dus vaak gelegen is in de kern van de vingerafdruk, het midden van uw vinger, dan sluiten we hem al uit. Of we hebben een dusdanig kleine afdruk dat we zeggen, nou misschien zit hij nog ergens aan de zijkant. En daarom hebben we dus nooit genoeg aan een partiële afdruk die alleen maar in het midden van de vinger zit, zoals we die kunnen opnemen met dit soort mooie kastjes. Zoals u die kunt opnemen met uw telefoon. Alles wat u daarop achterlaat als referentiemateriaal is altijd een partiële afdruk. Dit is namelijk nooit de gehele vinger van nagel tot nagel. In mijn ogen dus zwaar onvoldoende. Nu al? Shit. Nee, gaat goed. Vervolgens, als we verder gaan kijken naar het systeem, dan hebben we dus een referentie gemaakt. En in die referentie moeten we typica gaan benoemen. En die typica, dat zijn de volgende typica, die kunt u hier allemaal zien. En wat u hier ziet, is een plaatje dat komt van die scanner die ik heb gebruikt. Wat u daar ook op ziet, is dat er allemaal witte puntjes te zien zijn. Die witte puntjes zijn zweetporiën. We kunnen dus tegenwoordig, ook als de dactyloscopische lijnen niet goed meer zichtbaar zijn, op basis van zweetporiën iets zeggen over de vorm die erachter gelaten is. Dat kun je dan weer moeilijk aantonen in latente sporen, want daarmee toon je dan heel vaak ook een hoop troep aan en vuil aan. Dus dat is weer het volgende punt in de criteria. Nou, wat gebeurt er dan vervolgens in zo'n AFIS-systeem, een Automatic Fingerprint Identification System? Eigenlijk puur de vergelijking van de referentie met het materiaal wat we gevonden hebben. Eigenlijk andersom. Het materiaal wat we gevonden hebben, wordt vergeleken met de referentiedatabase. En dan snapt u dus dat als je die referentiedatabase vult met slechte kwaliteit afbeeldingen, dan werkt dat niet. Heb je een referentiedatabase waarin je
hele lage criteria voor matching gebruikt, bijvoorbeeld 5 typica is voldoende om iemand aan te wijzen, en schrik niet, in Hongarije moet iemand identificeren. In Nederland 12, en dan hebben we het nog over het feit dat er geen onverklaarbare verschillen mogen zijn. En een litteken is een verklaarbaar verschil. Wat is een onverklaarbaar verschil als wij een typica vinden op een locatie die we in het spoor niet vinden, of in het referentiemateriaal niet vinden? Dus de typica zijn anders. Dat is een onverklaarbaar verschil. Wat is het verschil in Hongarije en Nederland? Wetgeving. Dus puur door de wetgever bepaalt hoeveel typica voldoende is om een identificatie te doen. Dat is ook het probleem als we dus mensen hebben die vanuit het buitenland een delict plegen in een ander land. Dan is het maar net op basis van hoeveel typica iemand dan geïdentificeerd zou kunnen worden. En dan zou het best wel kunnen zijn dat Hongarije zegt van ja, maar dat is voor ons voldoende. Kom maar hier. Dus als iemand na... Misschien wel, maar ook misschien wel meer gerechtelijke dwalingen. Ik ga even door met, want ik heb 5 minuten, daarna hebben we alle tijd om vragen te stellen. Toch? Bij de borrel. Ja, jawel, oké, bij de borrel ook. Waar let ik dan allemaal op als ik ga kijken naar de kwaliteit van die afbeelding? Ik zei al, ik wil hem van nagel tot nagel, want dat is de grootste referentie die je kan hebben. En zonder een grote referentie kom ik er sowieso al niet. Ik wil eigenlijk ook een bepaalde comfort level hebben van het gebruik. Dus als ik nou bij de supermarkt kom, u heeft ook gezien, diegenen die dat hebben gedaan, het is nog best lastig soms om die vinger op de goede manier in het apparaat te krijgen. Dit gaat een heel stuk sneller, een heel stuk makkelijker. Maar dan moet u zich ook even voorstellen, ik kom bij de supermarkt. Nou u. Ja? Nou u. Nee. Douane, 10.000 mensen die voor u er overheen zijn gegaan. Wordt dat gepoetst? Nee. Ja? Comfort level. Wel of niet? Hygiëne wel of niet? Heeft daarmee te maken? Al die andere punten die hier staan, skin distortion, slippage, dus het versmeren, fingerprint residue. Als ik 1 keer druk op dit plekje, dan ziet u mijn vingerafdruk. Als ik er 10 keer op plek, ziet u 1 grijze, grote, vieze, vette vlek. Vies. Maar ook residue, die er dus voor zorgt dat de eerstvolgende moeite krijgt om die vingerafdruk erin te krijgen. Vooral als je dat touch-based doet met een slechte kwaliteit dactyloscopisch element, oudere mensen, die touch-based iets aanraken, waardoor het eigenlijk die papillairlijnen dichtgedrukt worden en je hem dus niet meer kunt aflezen. Ja. Verschil voor referentiemateriaal, voor gebruik, maar dan wel schoonmaken. Simpel, hè? Bij forensisch altijd die andere, eigenlijk. Ik probeer de mensen van het KLPD nog steeds te overtuigen dat ze zo'n kastje aan moeten schaffen. Die doen het niet. Nou, de andere die zijn eigenlijk allemaal wel behandeld. Deze is wel belangrijk. Compatibility with legacy prints. Dat wil zeggen, je moet dus wel zorgen dat als je nu referentiemateriaal gaat vastleggen, dat het overeenkomstig moet zijn met datgene wat al vast ligt. Wij kennen nog steeds inkt op papier. Een afgerolde vingerafdruk van nagel tot nagel. Waarom heb ik u dan laten zien dat ik met dat 3D-kastje, waar u uw vinger gewoon insteekt, contactloze vingerafdruk vastleg, van nagel tot nagel, omdat ik u ook heb laten zien dat het plaatje wat u vervolgens ziet een 2D-weergave is van die 3D-vingerafdruk. En dat werkt op basis van parametrische ontrolling. En dat werkt met een heleboel cijfertjes en getalletjes en algoritmes en hele moeilijke berekeningen om die afgeronde vingerafdruk, die niet helemaal cilindrisch is, toch in een vlak te krijgen. Goed. Nou, dan gaan we naar de referentiedatabase en dan zien we vervolgens, in de historie hebben we dit vastgelegd. We vinden een spoor, dat lijkt wel aardig op elkaar. Ja, Brandon Mayfield, jij bent dus degene die de aanslagen in Madrid heeft gepleegd. Ja, maar ik was daar helemaal niet. En pas na een aantal jaren kwamen ze erachter dat hier buiten, want toen hebben ze een nieuw referentieelement van hem gemaakt, dat hier buiten nog een heel aantal typica aanwezig waren die in dat sporenmateriaal weer niet teruggevonden werden. Dus het was zijn vingerafdruk helemaal niet. Het belang van de referentie die we moeten hebben. En de referentie moet dus op een zo hoog mogelijke kwalitatieve manier gekregen worden. En als je dat dan gaat doen, dan kun je daar een heleboel zaken in gaan meten. Mijn voorgangers hebben daar ook al naar verwezen, maar je kunt dus een heel aantal zaken kun je in kaart brengen. Je kunt typica in kaart brengen, kun je afstanden in kaart brengen, je kunt lijnen in kaart brengen, kun je de afstanden tussen in kaart brengen. Je kunt allemaal verschillende punten in die vingerafdruk, zweetporen bijvoorbeeld, in kaart brengen en afstanden berekenen. Als je dat allemaal over elkaar heen legt, ziet het er ongeveer zo uit. Geen touw aan vast te knopen. Maar voor het digitale systeem wel.
En daar wordt dan vervolgens de code uitgecreëerd die we dan daadwerkelijk willen opslaan in de referentiedatabase. Om dan met een simpele vergelijking, hoe je die vinger er ook oplegt, eigenlijk te kunnen kijken of die berekening aansluit bij het referentiemateriaal. Dat hoeft dus niet de complete aansluiting te zijn, als dat facet van de vingerafdruk daar maar in past. En daarmee maken we het comfort level ook weer groter. Want we hebben minder moeite om bij toegangscontrole onze vinger op de juiste wijze op het plaatje te zetten. Hoe ziet dat eruit? Zo, dit is een partiële afdruk van de buitenzijde van de vinger. Die vergelijken we met een partiële afdruk verkregen met een 2D-scanner. Wat krijgen we als resultaat in een AFIS-systeem? Dit is geen match. Waarom niet? Dit gedeelte van de vingerafdruk ligt hier. En niet hier. Dus we vinden hem niet. Als we dat nou doen met zo'n volledige vingerafdruk, dan vinden we dit deel daar dus in terug. En dan zeggen we een excellent match. En wel op basis van een berekende kans van 16.773 punten. Niet criteria in typica, maar berekende score. Als we die score gaan berekenen, als we dit ook nog eens in het gedigitaliseerd beeld weergeven, heeft hij minder moeite met vergelijken, krijgen we een hogere score. Gaan we vervolgens de grote partiële afdruk vergelijken met de grote referentie, zien we een nog hogere score. Hoe meer we vergelijken met elkaar, hoe hoger het score wordt. Als jij wil dat mensen makkelijk ergens binnenkomen, zich makkelijk kunnen identificeren, dan zeg jij, oh, vanaf 750 is het goed genoeg, kom je erdoor. Wil je het moeilijker maken, de criteria verhogen, zet je die threshold op een hogere waarde. Maar ja, dan zijn er ook altijd mensen die zeggen, moet je eens kijken wat wij kunnen. Wij kunnen namelijk een foto maken van een oog en daar kunnen we dan een iris-scanner mee voor de gek houden. En wij kunnen een foto maken van een vinger en dan kunnen we een dactyloscopisch signalement uithalen. En dan is mijn vraag hetzelfde als de vraag die ik aan het begin stelde. Ja, en wat kan ik daar nu dan mee als ik de threshold maar hoog genoeg heb gemaakt? En die heb ik nu toegelicht. Hier staan de twee links naar de websites waar u die informatie kunt vinden. De fingerprint prize. Van wie is die? Kijk maar naar uw vinger, uw rechterwijsvinger. Ja, dat weet ik niet of hij gespiegeld moet zijn of niet. Daar moet u even over nadenken. U heeft hem zo in het kastje gedaan, hij wordt zo vastgelegd. U ziet hem op het scherm. Niet van u. Je denkt het wel. Ja? Het is hem nog, hè? Ja? In één keer goed. Ik wou het je nog makkelijker maken, want dit is mooi. Nou kun je hem nog beter zien. Ingezoomd. Het is jouw vingerafdruk. Nou, hoe makkelijk is het nu? Vingerafdruk vergelijken. En we weten allemaal, William heet hij. Wat verdient hij nou? Hij is ongeveer 1,70 meter lang. Weegt een kilo of... Nee. Dat slaan we nu op in de database. Jouw collega die hier vanavond aanwezig was, die zou daar iets voor geregeld hebben. Huh? Maar okay. Waar ze nu gebleven is, ik denk spreek dat het erop aan dat je niet voor niks je vinger hebt op het scherm. Er hangt daadwerkelijk een prijs aan vast. Ja? Voor de rest, ik heb jullie vingerafdrukken van alle andere mensen die ik er dus niet uitgehaald heb, verwijderd van mijn computer. Ja, dat geloof ik. Staan er niet meer op. Gelooft u mij? Ik heb geen blauw over. Je kunt de iris-scan gebruiken. Nee, jij blijft hier met je inkpotje en met je papiertje blijven nog even, dan mag iedereen dus vieze vinger. Nou, en als jullie nog andere vragen hebben, dan is dit e-mailadres, dit is de website. En heel veel andere vragen worden ook beantwoord in andere cursussen. Oké. Okay. Ik heb nog één vraag. Ja. Waarom nou die granaathulzen, die kogels daarin, dat ze forensicon zijn? Omdat wij als forensicon zijn, ons richten op drie pijlers. En dat is kenniscirculatie, dat is forensisch advies en dat is forensisch onderzoek. En dat betekent dat wij alle handen forensisch onderzoek aanbieden, in combinatie met onze partners en onze deskundigen. En daarmee bieden we inmiddels meer deskundigheidsgebieden als het Nederlands Forensisch Instituut. Kijk, dat was het reclamebandje. Maar dan verwacht ik van die pijlers met Dorische krullen, als je dat maakt niet uit. Nou ja, eigenlijk komt het logo onder andere ook. We zijn gevestigd in een kerk in Nederland, Johannes de Doperkerk. En boven de ingang van die kerk zit in glas en lood verwerkt. Dat was het. Dus niet zo ingewikkeld, joh. Dat is, maar het past wel mooi bij het verhaaltje over de drie pijlers. Fijn. Ik ben nu klaar. Dankjewel.